onrust in Zaandam is nog lang niet over en daarom gaat vandaag zelfs de burgemeester de buurt in. Was het echt nodig dat u vandaag zelfs de buurt in gaat? Ja, wat heet echt nodig? Het is altijd nodig om de buurt in te gaan. Alleen als burgemeester heb je daar niet altijd evenveel tijd voor. Wat is hier nu een totale chaos in de wijk? Nou, dat valt toch wel mee. Er zitten een paar mensen. Ik heb wel eens meer chaos gezien, hoor. Vieze kankerroze flikkers. Hey, kan het iets normaler? Nee, vriend. Omwonenden hebben gezegd, we hebben meer last. We voelen ons minder veilig. We worden vaker bedreigd en geïntimideerd. Waarom heeft u het dan niet eerder aangepakt? Het wordt al jaren aangepakt. En soms gaat het weer even wat meer omhoog. Het is hier een beetje onrustig in de buurt. Ja, dat klopt. Ja, het zijn allemaal Turken. Durft u daar nog gewoon naar de winkel dan? Ja, ik heb er geen last van. Want ik geef zo'n paar rammen. Begin die camera weg te halen voor jullie. Kankermoeder. Heer, voor back, jullie back. Allemaal. We kunnen niet gewoon normaal doen, jongen. Dit zijn flikkers. Jullie pakken alleen slecht nieuws. Hier, voor jullie. Deze. Ja, ik denk dat dit een beetje die jongens zijn. Genoeg, denk ik, ja. Ja. Wat moet je ermee? Laat ze gaan werken, alsjeblieft. Dat is naar school gaan. Wij werken keihard voor ons geld. Maar hoe dan, als jullie voor de supermarkt staan? Luister, we gaan niet te veel informatie aan jou doorgeven, snap je? Zo werken wij niet. Allemaal pet. Maar als je dat soort dingen tegen me zegt, dan kom je niet echt over als een rustig iemand die goed is voor de buurt. Ja, tuurlijk wel. Waarom niet? Ik mag toch, ik heb toch vrijheid van meningsuiting. Ik mag gewoon zeggen wat ik wil. Ik ben een strijder van type Erdogan. Je weet toch sowieso. Dus we moeten het opruimen, dat zoutje. Pakken, oppakken en in het huis van bewaring zetten. Als je ze één per stuk spreekt of zo, dan is er niks aan de hand. Ja, nu heb je ze in zo'n groep. Ja. Nou, dit is gewoon erg provocerend, dit. Jij bent de vlogger waar het over gaat. Is hier een beetje onrustig in de buurt? Ja, het is wel een beetje onrustig, maar er gebeuren geen erge of slechte dingen hier. Alleen maar positiviteit hier. Wat ik dus niet snap, ik heb dat filmpje bijvoorbeeld gisteren gezien, dansen een politieauto, iemand op zijn bek slaan. Ik snap niet dat die jongens daarmee wegkomen. Ik zou denken, als ik politieagent was, dan gooi ik ze in de boeien. Wij zijn beschermers. Wij beschermen de buurt, wij houden van onze buurt. Wat tegen waard? Dat vraag ik me dan af. Alles wat kwaad is. En dan zien we alleen een man die van de fiets af wordt getrapt. Toch zulke dingen, mensen vinden dat sensationeel. En mensen kijken naar zulke dingen, gevechten. Daarom film jij het ook? Ja, iedereen moet kans pakken toch? Ja, als ik dat soort filmpjes al kijk, zeg maar, dan krijg ik rilling over mijn lichaam. En dan een soort van plaatsvervangende schaamte die me dan toeslaat. Zo gaat het hier in de buurt. Allemaal pet. Allemaal doodmaken. Maar ik kan me echt wel voorstellen dat mensen echt overlast van hebben. Ook, het wordt altijd, ja, er wordt iemand van de fiets getrapt in die vlogs. Nee. Zo werken wij niet. Wij trappen mensen niet. Mensen doen wat verkeerds en dan worden ze gewoon terug keihard aangepakt. Zo gaat het hier in de buurt. En dan trappen jullie iemand van de fiets? Dan trappen we iemand van de fiets, ja. Zo gaat het gewoon. Ik film gewoon de wijk zoals ik het zie en zoals ik het meemaak. Je hoort het. Hoor je dat? Ik hoor je. Oké, doe het dan. Ik vind nu dat je ook zo provocerend naar me bent. Ik kom hier gewoon... Dat je een beetje irritant bent, man. Kijk, als je gewoon leuk overkomt en een beetje leuke vragen stelt, dan blijft het leuk, snap je? Als iemand een beetje kritisch is, dan is die direct irritant. Nee, niet kritisch. Want ik vind jou ook heel kritisch in je filmpjes. Ja, hoe jij mensen wegzet en het is ook best kritisch. Ja, dat klopt. En als dan iemand kritisch is naar jou, vind je het moeilijk en dan wil je vragen niet beantwoorden. Het weer te diep, zie je? Dat vind je moeilijk, dat vind je moeilijk. Ja, dat vind ik moeilijk. Daar heb ik niks op te zeggen.